Hey, het wordt zomer. Ja, nou goed, we hebben een waterig zonnetje. Maar geloof mij, het wordt op een goed moment echt zomer. En wat is er al lekkerder dat je een cabriolet hebt. Of nog lekkerder, een cabrio waar je met een mannetje of 4, 5, 6 in kan. Dit is een Chevy Impala in Werner's garage. Maar het bijzondere aan deze auto, hij is in België geproduceerd. Het is gewoon een Europese Chevy Impala convertible. Let op. 1, 2, 3, 4, 5 en een beetje. Een lel van een auto met een hele mooie zijde zacht lopende achtcilinder. Hey, en dan begint hij hier, hè? Zo'n kleine welving. Ja, heb je vinden van. Mooi ding, hè? Begint hier, loopt helemaal zo door naar achter. En dan hier wordt het heel klein beetje een vleugel. Heel klein beetje. En je hebt ze met hele grote vleugels, je hebt ze zonder vleugels. Die Amerikaanse autofabrikanten in die jaren, die veranderden die auto's bijna elk jaar. Soms kleine details, soms weer wat groter. Deze Impala uit 63, en er zijn er vele. Deze, dit is een van de meest gewilde modelvarianten. Het is zo'n gaaf ding. Kleding. En dat voelt al zo heel mooi zacht aan. Een bank kun je met z'n drieën zitten. En dan zo'n stuur. Je kent het wel uit de film, hè? Die gasten die rijden en die zijn de hele tijd aan het sturen terwijl die auto recht doorgaat. Dat hebben die auto's. Kijk, en dat dak, dat is keurig opgeborgen. Daar heb je dus ook geen last van als je voorin zit en je kijkt via die spiegel naar achter. Het is helemaal mooi vlak. En wat vind je hiervan? Dat vind ik zo gaaf, van die torpedo achterlichten. Het was in die jaren allemaal show, hè? Het ging om de show. En dat zie je ook aan die auto, aan de welvingen, aan de randjes, aan die achterlichten, aan het chroom, aan de kleur. Wat een gaaf ding. En het leuke is, hij doet het ook. Hij doet het ook. Zolang de zon schijnt, hè? Let op. Zo mooi, hè? Niet alleen dat geluid, maar je draait aan het sleuteltje en het begint te lopen. Zo van, ik ben er, ik heb er zin in. En nou hebben we er ook zin in. Kijk, stuurschakeling. Het is een automaat, uiteraard. Maar die bedien je met zo'n hendel aan het stuur. Mooi, hè? Oh, wat lekker. Zo blij van dit. Het maakt geen toeren. Kijk, dan hebben we hier een verkeersdrempel. Nou, is er. Eigenlijk ook niet. Het is mooi zacht. En zo zit je er ook in. Geen gordel om. Kijk, dat stuur, wat ik al zei. Een beetje aan het draaien, gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Als je flink draait, dan zal er een keer de bocht omgaan. En dan is deze auto dus geproduceerd in Europa, of iets nauwkeuriger, in België. Dat klinkt best gek, hè? Zo'n typisch Amerikaanse auto in België geproduceerd. General Motors, waar Chevrolet bij hoort, en destijds dus ook, had van 1925 tot 2010
een productiefaciliteit in Antwerpen. En er zijn allerlei soorten auto's gebouwd, geproduceerd. Je kunt het zo gek niet bedenken. En ook dus deze Impala Convertible. Kijk, met zo'n mooie 8-cilinder voorin. Geen big block. Ze noemen dit een small block. Heeft nog een enigszins acceptabel verbruik. Dit is een auto waar je niet heel hard mee gaat rijden. Dit is een tourauto. Als je er gewoon normaal mee stuurt, dan red je een 1 op 7, 1 op 8. En dat is naar huidige maatstaven toch wel een verbruik. Maar dit is ook een auto waarmee je niet, weet ik het, hoeveel kilometers gaat rijden. Die zit je niet dagelijks in. Die gebruik je voor de mooie momenten. In 1958 zijn ze begonnen met de productie van de Impala. Deze is van 63. Constant weer veranderingen. Jaren later was de Impala in ene een gewone Chevrolet. Niet meer zo leuk. Maar die versies, zo uit de jaren 60, dat zijn wel echt de leukste. En wat dan grappig is, België geproduceerd. Europese auto. Je kijkt gewoon op een kilometerteller. Leuk, hè? Ik weet niet of jullie het je herinneren, hè? Maar de Beach Boys hadden een nummer, 409. En dat was geïnspireerd op een big block dat in de Impala zat. Een 409 cubic inch. Dat is niet deze motor, deze is kleiner. Maar mooi, hè? Dat Amerikaanse. Dit is echt een way of life. Heel vaak gezegd bij klassieke auto's, hij is in nieuw staat. Deze auto is niet in nieuw staat. En dat is ook echt zelden het geval. Hè? Een auto van 61 jaar oud, die kan niet meer in nieuw staat zijn. En dan moet ik er ook meteen bij zeggen dat een Amerikaanse auto eigenlijk ook niet zo leuk is in nieuw staat. Ja, misschien een Ferrari uit die jaren, hè? Dat is een museumstuk. Maar dit is een auto die je gebruikt. Ja, daar kun je natuurlijk ook wel lekker naar kijken. Maar je gaat hem ook gewoon gebruiken. Op mooie momenten pak je hem en dan ga je heerlijk rijden. En zo'n Amerikaanse auto moet niet in nieuwstaat zijn. En eigenlijk zelfs niet eens in concours staat. Wat die wel moet zijn, is technisch helemaal op orde. He, je wil als je zo'n ding pakt, dat hij het doet. He, en dat die vering mooi voor elkaar is. En dat die motor die volledig gereviseerd is, die 8 cilinder, dat hij het altijd doet en dat hij ook lekker loopt. En dat onderstel, dat moet goed zijn. Technisch, het dak, dat is in orde. De besturing. De wielophanging staat helemaal op de juiste plek. Dat zijn de belangrijke dingen. Want dat betekent dat je er altijd gewoon fijn en veilig in kan rijden. Maar je kunt hem ook gewoon goed gebruiken. En dat is met dit soort auto's die echt in concours staan. Ja, dat wordt bijna alweer zonde. Hè? En dat is zo jammer. Want een klassieke auto moet je gebruiken waar die voor bedoeld is. Dan moet je niet alleen maar gaan zitten loeren. Nou, een beetje kijken kan wel. Maar gewoon lekker rijden. Lekker rijden op mooie momenten. Het leven, leven. Heerlijk, de American Dream. En niet alleen, hè, en dat is het leuke aan zo'n Impala. Je kunt echt het hele gezin meenemen, zelfs je tweede leg. Je kunt er achterin drie, minimaal, voorin drie. Als ze klein zijn, daar vier. Zit er toch geen gordels in. Ja, en dan gewoon heerlijk. Een stukje toeren, ijsje kopen, drie dorpjes verderop. Misschien eens een leuk ritje mee maken. Hè, zo'n puzzeltocht, toertocht. En reken erop, en dat vind ik ook wel weer leuk aan van die grote Amerikaanse dingen. Mensen vinden het leuk. Dit zijn van die auto's die creëren sympathie. Hè, er wordt gevraagd, Chevrolet, van welk jaar? Nou, maakt het eigenlijk niet uit. Als je 74 zegt, geloven ze het, want niemand weet het. Hij is van 63. Maar hij creëert sympathie. Mensen vinden dat leuk. Nou, dat is wel. Ja, ik vind dat altijd wel aardig als mensen zoiets hebben van, goh, ja, leuke kar rijden. Eigenlijk is het een enorme tegenstelling, hè? Zo'n Impala uit 63. Want als je de buitenkant ziet, dat is alles behalve eenvoudig. Tierenlantaantjes, chroom, randjes. Hij is eigenlijk groter dan noodzakelijk. De packaging, dus de inrichting, ja, daar letten ze toen helemaal niet op. Die moest gewoon groot zijn, want een Amerikaan die wilde een grote auto. Klaar. Maar dan ga je de techniek ontleden
En dat is eigenlijk dood eenvoudig. Het is allemaal mechanisch. Als je een beetje handig bent, kun je er van alles zelf aan doen. En er zijn allerlei bedrijven die dat natuurlijk ook kunnen. Ja, dat is eigenlijk gek, hè? Eenvoudige techniek, goede techniek, degelijk. Gaat ook lang mee, dat zie je, hè? Zo'n ding blijft het gewoon doen als je er lief voor bent. En dan die buitenkant die dan ja, toch wel gewoon lekker opvallend is. Gewoon opvallend om het opvallend zijn.